is ook een kwaliteit. Hè? Nu weer tegen Jong PSV 2-1. Ja, dat is gewoon de mentaliteit die we als groep hebben, denk ik. En ja, die heb ik ook sowieso. Vorig jaar ook een aantal keer. En dat is gewoon, ja, dat karakter hoort bij de Graafschap, denk ik. En dat wordt prima op gescout, denk ik. Het was wel een lucky goal. Ja, hij komt heel gelukkig voor mijn voeten en daar moet je geluk mee hebben. Je hebt natuurlijk wel de intuïtie dat hij daar kan vallen en dan schiet je hem binnen en dan is het juichen. Een wedstrijd duurt gewoon een stukje langer en we hebben gewoon een prima mentaliteit. Mankeert van alles aan. Een heleboel dingen moeten beter, maar ik denk dat we vandaag gewoon echt een uur heel aardig gespeeld hebben. Maar voor de goal, rondom de 16, ja, niet echt scherp genoeg. Dus dat was jammer. Ik vond op zich wel dat we tegen de kansen aan zaten met creëren. En het was vooral dat ik was wat ongelukkig, vond ik, in de bal aannames, in de bal verleggen en zo. En ja, dat was gewoon wat moeizaam vanuit mij vandaag. En daardoor komt het team wat in de problemen met de ballen die ik afleg. En dan krijg je een counter en dan komt PSV echt een paar keer gevaarlijker uit. Het heeft ook wel een beetje met de manier van spelen van de tegenstander te maken. Het wordt echt steeds lastiger, met name met dieptepunt Go Ahead uit. Waar Hendricks voor de middenlijn heeft gestaan, heel de wedstrijd. Dat was echt super lastig om doorheen te voetballen. Maar dat is ook een manier en daar hebben wij gewoon mee af te rekenen. He, dus we zullen daar slimmer in moeten worden en scherper. Je mist, je mist alles. Maar gelukkig voetballen we nog. En als ik zo de besmettingen zie, dan is het de hoop dat we nog mogen blijven voetballen.